Ik ben Hendrik Hoekstra, ik ben dorpencoördinator bij de uitvoeringsorganisatie De Friese Meren. Nou, voor mij heeft de herindeling een heleboel te betekenen, want ik heb jaren zandwandig hier op personeelszaken werken. En ik kreeg nu de mogelijkheid om dorpencoördinator te worden. En dat betekent voor mij een hele soort werk. Nu weer ik heel intern gericht in de oude functie. En nu in de nieuwe functie is veel meer naar buiten toe. En dan ben je echt met het eigenlijke werk van de gemeente bezig. Ik ben Laura de Vries en ik ben medewerker C bij Team Service en Informatie. En dat is de eerste lijn van het klantencontactcentrum. Nu gaan we zo meteen herindelen. Wat gaat dat voor jou betekenen? Voor mij persoonlijk denk ik niet heel veel, want ik woon in Leeuwarden. Nou ja, ik werk hier ook, dus in dat opzicht niet. Ik verwacht alleen wel dat wij een stukje uitbreiding gaan zien binnen ook mijn team. Ik ben Annie Stelma, ik ben wijkmanager bij de gemeente Heerenveen. Ik heb het heel positief ervaren in de voorbereiding. We hebben al sinds 2 jaar heel veel contact met onze nieuwe dorpen, zeg maar. Rakkerhamnes, Oldeboorn en Haskedijk en Nieuwebrug. Ik werk voor de gemeente Leeuwarden als communicatieadviseur. Nou, de herindeling voor ons is gewoon dat we er een heel aantal mensen bij krijgen. Dat we dingen daardoor efficiënter kunnen doen. We krijgen er hier een aantal collega's bij, wat gewoon erg leuk is. En je probeert gewoon dingen op een hele goede manier af te stemmen. Het beste van beide partijen samen te pakken. En daarmee gewoon de nieuwe gemeente vorm te geven. Ja, ik ben Sikko van der Wal. Ik werk hier dus bij de gemeente Barnsterhim. Nu het steeds duidelijker wordt en nu ook per 1 januari 2014 een feit is, word je wel min of meer gedwongen om eens even te kijken over de grenzen en ja, te voelen van wat betekent dat voor mij en waar ga ik naartoe? Wat wil ik eigenlijk? Wil ik sowieso nog wel bij een gemeente werken? Je kan natuurlijk ook elders solliciteren. Of ben je nieuwsgierig en zeg je van, het lijkt me wel eens aardig om ook in een andere gemeente te werken. Ik ben Suzanne Haanstra. Ik werk bij de gemeente Boornstrim en ik ben daar beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling. Persoonlijk vind ik de gemeente Boornstrim een hele mooie gemeente, een mooie waterrijke gemeente. En ook een hele leuke gemeente om in te werken. Ontzettend leuke collega's. Kleinschalig vind ik ook mooi. En persoonlijk vind ik het eigenlijk best jammer dat wij gaan herindelen. Ik ben Erik de Vries, werkzaam bij de gemeente Heerenveen, de afdeling IBOR. Voor mij houdt de herindeling in dat we ons dus heel specifiek met openbare ruimte bezighouden. Dus we proberen alle zaken die in het kader van de nieuwe gemeente straks bij de gemeente Heerenveen gevoegd worden, die proberen we in kaart te brengen. Ik ben hier in de gemeente Zuidwest-Friesland, ben ik haat van het team Stads-, Dorp- en Bedrijfscontacten. Wat je goed herindelen willen, dan moet je betiet beginnen. Dus dat is echt een proces van jaren, waarin je burgers mooi nemen en wat je burgers ook inspreken litten en mooi tinken litten. Waar willen we de loketten hebben? Waar willen wij ons, hoe willen we ons oud papier doen? Hoe gaan we met de milieustritten om? Hoe gaan we met de wat grotere verschennings om? Hoe willen we dat mooi en wat regelen? Want het punt is namelijk dat als gemeente bijna wat doet, dan wordt het beleid harmoniseerd. Hè? Dat wordt op één lijn dienen. Ja, en iedereen gemeente, een hele hoos dus de oren. Ja, we zijn al in de ondersteuningssfeer behoorlijk actief. Ik kan wel een aantal voorbeelden noemen. Er is een collega die een deel projectleiding doet bij uitvoering van een weg, de Wasdienste Dik. Een andere collega die is heel druk geweest de afgelopen periode op het gebied van de openbare verlichting. Die heeft daar een rapport voor opgesteld. De toekomst na de herindeling. Ja, we weten allemaal dat de gemeentes nu groter worden. Misschien wel te groot op bepaalde gebieden. Ik ben niet bang voor veranderingen. Het lijkt mij ontzettend leuk om straks bij een andere gemeente te komen werken. Ik zie het als een uitdaging om het zo maar te noemen. Het moet echt een weloverwogen keuze zijn en echt voordelen opleveren. Niet alleen op bezuiniging, maar ook op andere vlakken, andere gebieden. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met marketing bij deze gemeente. Nou, we hebben nog nooit open water echt gehad. We hebben wel, je kunt er wel komen onder bruggen door en dat soort dingen. Maar straks liggen we gewoon aan de grote plassen en krijgen we scootsjesielwedstrijden. En hebben we Sint-Pieter erbij en allemaal nieuwe onderwerpen waarvan wij denken van oké. Maar daar kunnen we ons nu op voorbereiden en daar leren we natuurlijk van de mensen van Barnsterhem, waarvan er natuurlijk ook een heel aantal hier komen.
Persoonlijk zie ik het als een voordeel, omdat je kennis natuurlijk uitgebreid wordt. Je krijgt andere klantvragen in zekere zin wel dezelfde, maar in een andere vorm. En ik denk dat het voor de persoonlijke aspecten als collega's onderling, dat je van elkaar kan leren. En dat je ook kan kijken, goh, hoe gaat het in een andere gemeente? En hoe kunnen wij ons voordeel daarmee doen? Ik denk dat we dat op een hele professionele manier kunnen oppakken. En van mezelf, ja, ik als darmencoördinator, het is gewoon een hele leuke baan. Waarmee ik best op mijn pensioen, en dat is ongeveer hoe het 12 uur, goed invullen kan Jan. En ik zie het echt als een hele leuke uitdaging wat dat betreft. Dus prima. En, maar alleen voor ons is het weer heel belangrijk, tenminste zo voel ik het als medewerker van de gemeente Heerenveen, dat je op een hele goede manier die nieuwe dorpen hier ook in je eigen organisatie meeneemt. Dat je dat heel zorgvuldig doet. Want het gaat uiteindelijk om de beleving van de mensen in de dorpen. Want dan krijg ik lang niet zo'n verhalenstroom en zo'n angststroom. Want in de praktijk is het de meisking van Zuidwest 100% tafel. Dat voelen we wat daar. En zeker de dwarpen die tochten van nou, bij Jere of Sjoge nooit weer wat. Dan neemt nooit weer in de telefoon hoor en we Sjoge nooit weer in. Dat is gewoon net zo. Die binden er ook gewoon heel blij mee. En waarom? Nou, omdat er bij de bouw van de nieuwe gemeente al een nijtocht is van die moet net tussen wal en schip vallen. Nou, en mijn team had er een hele grote liefde, warmte en aandacht op loslitten. En dat had voor het een ding.